Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de wedstrijd Urk AZSV gespeeld op zaterdag 2 december 2017. Wedstrijdsponsor is Werkpost uit Urk. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Bos uit Elburg. En onze pupil van de week is Lucas, die u hier in actie ziet. Richting de doelman van AZSV, die keurig weet te verschalken. Goed, dan de wedstrijd zelf. Aftrap is van Urk. En die zoeken zoals gebruikelijk gelijk de aanval. Maar dan is het AZSV die overneemt. De bal naar de linkerkant. En dan komt er een voorzet. En dan staat Sjoerd de Boekhorst vrij voor het doel van Urk. En die kopt de bezoekers op een 0-1 voorsprong. En dan zijn we 2 minuutjes onderweg. Urk heeft even moeite om het ritme te vinden. En AZSV probeert daar gelijk van te profiteren door de tweede te maken. Hier grijpt Cornelis Kofferman goed in. Dan zijn we een paar minuutjes verder onderweg. Een corner voor Urk genomen door Marine Snoek. Zit Jan Versloten. Die de bal opnieuw voor probeert te brengen. Maar dat levert dan niks op. Een lange uittrap van Cornelis Kofferman. Die komt uiteindelijk terecht aan de linkerkant bij Rikkelt Jan Brands. Die zijn voorzet. En dan is het Hesselsnoek die meespringt met verdediger Jordi Oriens. En die kopt de bal in eigen doel. En zo staat het na 10 minuten. Staat het 1-1. Toch nog aardig wat de toeschouwers afgekomen op deze wedstrijd. Op deze koude zaterdag in december. Hier is Esselsnoek bij de eerste paal. Maar die weet er niks uit te slepen. Achterbal. En hier een misverstand tussen Rikkelt Jan Brands en Klaas Kramer. Dat brengt een speler van AZSV alleen voor de keeper. Maar dat is het uiteindelijk Klaas Kramer die op het allerlaatste moment redding weet te brengen. Ondertussen Richard Karabelt die wat aanwijzingen geeft. En zo langzamerhand gedurende de tweede helft krijgt Urk toch wel wat meer grip op de wedstrijd. Hier een blessure. Na de blessure voor Klaas Kramer, maar hij kan gelukkig doorspelen. Urk weer aan de linkerkant. Dan zit Gerrit Tol en zit Jan Versloten die de iets te zachte terugspoelbal ziet. Maar dit doelpunt wordt afgekeurd door scheidsrechter Bos vanwege een overtreding van Jan Versloten op de doelman van AZSV Matthijs Ebbers. Dan zitten we nog steeds in de eerste helft. De voorzichtige opbouw bij AZSV. Maar dan is het toch al heel snel dat Urk weer in balbezit. Een voorzet. En dan een kopbal van een Urk-speler die in de handen van de doelman van AZSV komt. Evenals dit schot van Gerrit Tol. Hier is het Hesselsnoek die bijna weet te profiteren van een misverstand achterin bij AZSV. Maar op het allerlaatste moment weet ook daar de verdediging in te grijpen. Hier is het Dick Hakvoort die na een misverstand met Lucas Nagel de speler van AZSV vasthoudt en daarvoor de gele kaart krijgt. Dan zijn we aanbeland vlak voor rust. En na vlak voor rust gebeurt er ook weinig meer, zodat we verder gaan met de tweede helft. Dus Cornelis Kofferman richting Benny Dunnink. En dan is er een misverstand tussen Marine Snoek en Jan Versloten. En dan is het wederom Sjoerd de Boekhorst die met een werkelijk schitterend schot AZSV 5 minuten na rust op een 1-2 voorsprong zet. En opnieuw moet Urk dus weer achter een achterstand aan. Maar dat duurt hier niet al te lang, want hier is het Hesselsnoek die een afvallende bal tot doelpunt weet te promoveren. En dan zijn we 2 minuten later en nog weer 1 minuut later is het hier Jelle de Boer die de bal krijgt en ook van afstand weten te schieten. En zo staat Urk dan plotseling op een 2-3 voorsprong. En dan hebben we 3 doelpunten gezien in het tijdsbestek van 3 minuten tijd. Deze keer moet AZSV dus achter een achterstand aan. En kan Urk dat rustig toekijken naar een heel raar gevalletje. Het is Hesselsnoek die richting Karabelt iets zegt en niet zijn tegenstander ziet. Nog wel even door kan, maar een paar minuten later toch gewisseld moet worden. En de eerste diagnose is toch dat hij een scheurtje in zijn oogkas heeft opgelopen.
AZSV moest natuurlijk alles op de aanval zetten. Begon ook snel met wisselen. Maar dan was Urk dat toch in de fase daarna de beste kansen kreeg. Hier is een schot van Jan Versloten wat net naast gaat. En dan zijn we ondertussen nog weer een kleine 25 tot 30 minuten verder in de tweede helft. Is een corner voor Urk. Wordt half weggewerkt door AZSV. En probeert Jan Versloten de bal weer terug te brengen. Maar daarbij raakt hij ongelukkig zijn tegenstander. Zijnse de Bosch vindt het echter toch wel een gele kaart waard. En dat betekent dat Jan Versloten de volgende wedstrijd van Urk geschorst vanaf de kant zal moeten toekijken. AZSV natuurlijk op zoek naar de gelijkmaker. En die komt er ook 10 minuten voor tijd. Is het Robin Tusch die de 3-3 achter doelman Cornelis Kofferman schiet. En zo Urk dan opnieuw niet weten te winnen van AZSV. Dus het Lucas Nagel, zijn schot gaat naast. Het is ook de laatste kans van de wedstrijd. Want op dit moment fluit scheidsrechter Bos uit Elburg de wedstrijd naar het einde. Dan kunt u nog luisteren naar de interviews met de beide trainers. Ja, Dennis van Toor, trainer bij AZSV. Wat een mooie wedstrijd, hè, voor het publiek. Ja, dat denk ik wel. Hè. Het was een hartstikke open wedstrijd. Een beetje alles erop en eraan. Hè. Veel doelpunten. De scheidsrechter die veel toeliet. Hè. Dus, ja, en dan kun je dit soort wedstrijden verwachten, moet ik heel eerlijk zeggen. En je zegt veel doelpunten. Dat is voor jou als trainer dit seizoen ook een bijzonderheid. Want de minst gepasseerde verdediging in deze competitie. En ook ja, de minst gescoorde doelpunten in deze competitie. En dan 3-3. Even naar jullie doelpunten die je voorkrijgt. En zonder topscorer van Eerde. Ja, een hele heel goed. Ja, we moesten een beetje aanpassen. Hè. We misten natuurlijk wel wat. Ja, kijk, als je dan al 2 minuten al voorkomt, is dat lekker. Dat voelt het elftal ook. En inderdaad, hè, zonder Rick. Ik laat het zo zeggen, Rick, zijn kwaliteiten kennen we. Maar ik moet zeggen, die jongens die uit de tweede kwamen, Wiets, Brouwman, noem maar op, hebben het echt hartstikke goed gedaan, moet ik heel eerlijk zeggen. En dan, ja, op het middenveld had je natuurlijk. Je had een andere spelopvatting. Je had veel opkomende mensen, veel wisselen van positie. Waar Urk het met name de eerste helft heel moeilijk mee had. Dat was ook je opzet om het zo aan te pakken? Ja, kijk, wat ik al aangaf, we moesten gewoon een beetje aanpassen. Hè. We misten wat mensen, vooral voorin. Dus we hadden het inderdaad iets anders neergezet. Ik denk wel dat Urk daar, ja, misschien ook niet verrast, misschien, maar wel dat ze ja, goed moesten zoeken van hey, hoe kunnen we dat nou het beste oppakken? Ja, daar profiteerden we. Vooral de lopende mensen vanuit het middenveld hadden ze wat moeite mee. Maar ja, daarentegen moet ik zeggen dat Urk ook weer alles uit de kast haalde om in ieder geval te winnen vandaag. Uiteindelijk werd het 3-2 een voorsprong voor Urk. Want het was iedere keer dat het toch de ploeg die achterkwam weer de kracht had om terug te komen. Toen het 3-2 werd, toen had jij toen ook het idee van ja, nou wordt het voor ons wel heel erg moeilijk. In die zin, laat ik zo zeggen, hoe lang was er nog wel te spelen? Ik denk nog een half uur of zo. Dus, oh, een kwartier. Een kwartiertje nog? Ja. Ik dacht dat die 2 goals heel snel achter elkaar vielen, eerlijk gezegd. Ik heb een ploeg die altijd kan scoren. Want wat je zegt, we hebben natuurlijk wat minder, wat weinig gescoord. Maar het is niet zo dat we geen elke wedstrijd creëren wel kansen, hoor. Dus, maar als je niet binnen schiet. En dan weet je altijd dat er nog een keer een moment komt. En ik moet zeggen, dat was ook een fantastische goal. De derde, hoge bal eroverheen, keurig teruggelegd en Robin op de juiste plek. En we konden gelukkig wel wat jongens nog brengen. Waardoor je net even iets meer power kreeg weer. Dan noem je Robin Tusch. Ja, hij scoort altijd hier op Urk. Dat weten we onderhand. Dus toen dacht je van, nou ja, dan moet hij het maar doen. Hij heeft hier natuurlijk ook een hele ernstige blessure opgelopen. Maar gelukkig voor hem heeft hij hier gelukkig nog altijd gescoord. En voor ons ook vandaag. Robin komt weer. Die is weer even van ver gekomen. Heel langzaam sluit hij weer aan. Dan is het voor hem lekker, maar voor ons ook. Wat dat betreft is het mooi dat we hem erbij hebben op die manier. Vanmiddag kunnen we concluderen dat jullie allebei een punt verdient, zeg ik dan. Want deze wedstrijd verdiende eigenlijk geen verliezer. Maar de grote winnaar was het publiek. Ja, dat denk ik wel. Hè. Je voelde het ook nog op het laatste. Hè. Elke bal die naar voren geschoten werd, dan voelde je al meteen dat het publiek erop ging. Tenminste, de bal van Urk dan. Daardoor kwamen er ook heel veel ruimtes voor ons. En zij speelden het soms slecht uit, wij speelden het soms slecht uit. Maar ik denk voor het publiek is het fantastisch geweest wat hier heen en weer gebeurde. Oké, dankjewel Dennis. En veel succes in het vervolg van de competitie. Graag gedaan. Hey.
Nou Richard, in ieder geval 3 keer scoren tegen AZSV. Dat had je van tevoren niet verwacht tegen een ploeg die nog maar 8 doelpunten tegen had gekregen. En waar jullie met scoren tot nu toe altijd wat moeite hadden. Dat is dat moet je heel goed doen. Ja, nou leg je mijn woorden in de mond. Want ik vind dat niet zo. Want ik vind juist dat we de laatste weken volgens mij steeds scoren. Alleen vorige week de rest is Putten niet. We hebben dinsdag voor de beker nog 3 gemaakt. 3 doelpunten maken, dat is natuurlijk deze wedstrijd. Dat klopt ook. En dat vind ik ook dat we gewoon goed gedaan hebben. Maar dat zie je ook een beetje aankomen. We krijgen veel kansen. Wat we ook voorspeld hebben, dat we deze wedstrijd waarschijnlijk veel minder kansen zouden krijgen als de afgelopen wedstrijd. Omdat het moeilijker doorheen gekomen is. Nou, en dan is het heel knap dat je wel meerdere kansen krijgt. En dat we ook nog 3 keer scoren. En dat hebben we gewoon goed gedaan. En dan in die eerste helft, al heel vroeg kom je op een 1-0 achterstand. En dan een ploeg die toch heel veel veerkracht toont. Met name in de eerste helft had je wat moeite, had het elftal moeite met die lopende mensen. Dat vroeg wat extra omzettingen voor jou? Nee, we hoeven niks om te zetten. Kijk, het gaat erom dat je mensen volgt of dat je van achteruit gaat coachen. Nou, het coachen van ons is nog niet het allerbeste. Vorige week in Putten hebben we dat wel heel goed gedaan. Hè. En, ja, of dat nou te maken heeft met de angst voor AZSV, dat weet ik niet wat dat is. Maar kijk, in principe verandert het ook niet zo heel veel. Het is een kwestie van aan de bal kan netjes doordekken of je coacht de man voor je. Ja, daar hadden we in principe wat moeite mee. De andere kant is het zo, de eerste helft zijn ze ook niet zo heel gevaarlijk geweest. Hè? En als je in de totaliteit kijkt van hoeveel kansen ze hebben gekregen, dan valt het ook wel mee. Hè? Dus wij hebben wat dat betreft wel meer kansen gehad. Dus kijk, lopende mensen is het moeilijkst om te verdedigen. En dan is de coaching noodzakelijk en anders moet je volgen. Ja goed, en dat ging niet al te goed. Waardoor we eigenlijk, je hebt het over de eerste helft, maar ik vind dat we de hele wedstrijd nooit 100% grip op ze hebben gehad. Dat geldt andersom ook, vandaar krijg je ook een 3-3 wedstrijd. Ja goed, wij zullen zeggen dat wij misschien iets meer hadden kunnen hebben. Zeker na de 3-2 hebben we wat mogelijkheden gehad om 4-2 te maken. Maar goed, ik vind als je zo weinig grip op je tegenstander hebt, kan ik ermee leven dat het 3-3 is, moet ik zeggen. En dan, want even naar die tegendoelpunten kijkend. Ja, dat zijn dan van die momenten uit die omschakeling. Of dat het toch niet achterin helemaal goed stond. Dat werd wat makkelijk weggegeven als je kijkt naar de doelpunten zelf. Want veel kansen hebben zich niet weten creëren, maar ze waren wel heel effectief. Dan doe je ze misschien ook tekort, maar dat klopt wel natuurlijk. Kijk, ik zeg, lopende mensen is moeilijk. Ik moet even zeggen dat ik de tweede goal even zo niet op mijn netvlies heb. Volgens mij moeten we toen leden we heel, heel slecht balverlies op het middenveld. Ja. Ja, nee, goed, dat mag natuurlijk nooit. Marines die een buitenkantje voetenballetje om een tegenstander heen wil draaien. Ja, zo werkt het niet in hoofdklasse voetbal. Dan ligt hij gewoon achter je. Dus dat is de afstandsschot, die gaat erin. Dus ja, dat heeft niks met lopende mensen te maken. De derde, ook, op zich ook niet. Er komt een voorzet. Eén keer komt er links back door. Jelle had op dat betreft deed Jelle het heel erg goed aan het verdedigende werk. En één keer staat Jelle centraal en die komt door en die komt een voorzet en die komt over de hele heen. Ja, ik weet niet of Rikkel Jan hem had weg kunnen werken. Ik denk dat hij net niet helemaal goed uitkwam. Ja, en dan wordt hij teruggelegd en dan valt hij precies voor de jongens zijn voeten. Alles ging natuurlijk, was natuurlijk perfect in die aanval. Dus op die manier krijgen we de goals tegen. De eerste was een lopende man. Dus eigenlijk zijn we maar door één lopende man geslacht als ze nu heel rustig dat snel na analyseren. Als we dan heel de wedstrijd samenvatten, dan zeg ik, een Vriezer verdiende deze wedstrijd eigenlijk niet, want het was een heel attractieve wedstrijd. En ik zei net tegen jouw collega Dennis van Toor, ook voor jou een hele goede bekende uit de trainerswereld. Ja, de grote winnaar vandaag was het publiek. Ja, nou goed, Dennis en ik hebben heel veel contact, zelfs gisteravond nog even. Dus ik weet wel hoe Dennis denkt en ik weet ook wat Dennis kan. Hè. Ik kan gewoon heel goed een verdedigende organisatie neerzetten. Nou, dan ben ik heel trots op mijn elftal, dat wij, ondanks dat Dennis zo'n goed een van de beste trainers die een verdedigende organisatie neer kan zetten, dat wij zoveel nog creëren en dat wij 3 goals tegen maken. Dus dat doet me gewoon hartstikke goed. Goed, ik vind ook in de 85e minuut, natuurlijk wil je aanvallen, maar in de 85e minuut had het voor mij afgelopen mogen zijn. Want ik had zoiets van, dit is ook een typische wedstrijd dat je nog 3-4 om de oren kan krijgen. Omdat we gewoon geen controle hadden. Hoe aardig we het ook deden, hoe goed we ook af en toe aan de bal waren, hoeveel kansen we ook gehad hebben. Er zijn ook momenten dat wij van 3-2 naar 4-2 hadden kunnen komen. Kan ik niks anders zeggen als dat dit de terechte uitslag is. Dat dacht ik ook. 1-1 in ieder geval een terechte uitslag, een verdiend punt, maar voor beide ploegen. 3-3 en voor allebei een punt, in ieder geval voor beide ploegen verdiend. En dankjewel en succes in het vervolg, want de veerkracht was vandaag groot. 2 keer een achterstand wegwerken zonder dat ze in mineur waren.
Nou, dat klopt zeker. Dat hebben we heel goed gedaan. Gelijk geen gekke dingen doen. Gewoon vasthouden aan je situatie. 3-2 maken. Ook mooi, want op dat moment ging het publiek er ook bij staan. Toen merkte je ook dat ze op wankelen stonden. Dat was even jammer dat we in de laatste fase dat niet hadden. Want dan hadden we helemaal waarschijnlijk ze op de knieën misschien nog kunnen krijgen als dat steuntje in de rug. Want je zag dat de ploeg begon te twijfelen. De ploeg die ging teruglopen. Ja, en teruglopen is een slecht begrip in het voetbal. Nog even naar dat derde doelpunt. Ik zag jou wel heel bijzonder positief reageren. Blij reageren, want Jelle de Boer maakte hem. Dat moet jou ook goed gedaan hebben. Oh, dat interesseert me echt helemaal geen ene zak wie je maakt, wat moet ik zeggen. Jelle die toch wat in een dip zat, wat doelpunten maken betrof. Ah, nee, dat is die dip die praten ze hier aan. Jelle is de laatste week een van onze belangrijkste spelers. Als jullie allemaal de samenvattingen terugkijken, bijvoorbeeld de SEC heb ik ook gedaan, viel me tijdens de wedstrijd niet eens op. Dan is Jelle bij elke aanval betrokken. En als ik zie wat voor loopwerk die altijd voor ons maakt, alleen dat ziet Pietje publiek niet. Dat kan ik me ook voorstellen. Voor ons doet hij heel veel werk en voor ons is het een hele belangrijke speler de afgelopen week. Geweest. En voor hem is het een beloning om dat hij in deze situatie zo'n bal binnenschiet. Want laat ik eerlijk zijn, afgelopen dinsdag de voorzet die hij tegen de paal aanwerkt, daar zijn weinig mensen die bal tegen die paal aanwerken. En normaal gesproken ligt dan een speler op de grond en hij pakt de rebound nog. En dat ziet er een beetje klungelig uit, maar er zijn niet veel spelers die ook nog eens een keer die rebound raken, hoor. Dus dat betreft, ik ben wel blij, maar dat ben ik voor elke speler. Maar voor mij had Benny of Dick van mij wat de kaart ook mogen scoren. Dit is helemaal niks. Okay, uiteindelijk 3-3. En ik zei al, de grote winnaar, het publiek. Dankjewel, Richard. Graag gedaan.